Als je zeker wist dat morgen je allerlaatste dag op aarde was. Van alle dingen die je zou kunnen doen, wat zou je dan kiezen? Vandaag zou ik morgen teruggaan naar de plek waar we gisteren hebben geluncht. Is het een verrassende film? Nee. Totaal niet. Nee. Zo voor de hand liggend. Ja, je kijkt ernaar en je denkt ja. Dat had ik al verwacht. Ook dat ook. Ja. Och, oh, ja hoor. Nou. Ze schieten op ons. Ze schieten op ons. Dat is tegen de regels. Totaal. Jacob die besluit uit het leven te stappen en een bedrijf vindt die dat voor hem regelt. En terwijl hij de kist uitzoekt ontmoet hij Anne, Georgina. En zij heeft hetzelfde gedaan en wij ontmoeten elkaar. En even kort door de bocht, wij worden verliefd en willen onder het contract uit. En dat kan niet meer. I'm pleased to tell you we can accept you as a client. But you must understand, once you've signed the contract... There's no turning back. Uw tongval verraadt het eigenlijk al niet meer, hè? Maar u komt uit Sittard. Ik kom uit Sittard. Nou staat er op de Wikipedia, las ik laatst, dat ik in Sittard geboren ben. Dat is niet waar. Ik ben geboren in Gelderland, maar toen ik 6 was gingen wij naar Sittard. En ik ben wel echt een echt getogen Limburger, ja, zoals dat heet. Zullen we nog een keer oefenen? Mijn god. Ik zou best wel eens een film in het dialect willen maken, zoals Pieter Kuipers dat gedaan heeft, bijvoorbeeld met de hemel, met hemel op aarde. Ja, is dat een hint? Nee, het is nog geen hint, maar ik acht het niet onmogelijk. Het begint natuurlijk een beetje dat je denkt, oh jee, twee mensen die er een eind aan willen maken. Ja. Maar het is ook echt een soort ode aan het leven, denk ik. Ja. En de liefde en mooie auto's. Heel veel mooie auto's. En landgoederen. De koppeling is heel gevoelig, dus je moet hem heel langzaam. Ja, eigenlijk, Mike zei het beste. Koop een kaartje, ga naar die film. En als je naar buiten loopt, weet je dat je geld goed hebt besteed. Hier heb ik niet voor getekend.